Karbiet en een beetje water. Het recept voor keiharde knallen. En van deze knallen worden Tom en zijn vrienden helemaal gelukkig. Gooi eerst de karbiet in een bakkie. Dan doen we met een injectiespuit even een borrelglaasje water bij. En dat gaat dan gassen. Ik zet even de timer aan voor 1 minuutje, zodat hij even de tijd heeft om te gassen. En na die minuut kunnen we dus knallen. Dan gaat dat karbiet dat vergast met het water tot acetyleengas. En dat geeft een knal. Vonkje erbij en boom. Wat allemaal. En karbiet, dat hoor je van een afstand al. Dus een lage, doffe dreun is dat. Ja, dat is toch leuk. Maar nou van knallen. Alles wat maar een beetje ontsteekt, dat is leuk. Durf je zelf ook te knallen? Ja, ik doe het al 3 jaar. Ik vind het kaboom leuk. Ja, het is echt harde knallen. Beetje sensatie, toch? Ja. Hé, hey, mooie dop heb je op. Wat zeg je? Mooie dop heb je op. Oh, dankjewel. Ja, wat gaat er flink aan toe hier. Dus het knalt lekker. Wel leuk, toch? Moet je wel een beetje oren beschermen, bijvoorbeeld voor dat. En dit doen ze al 6 jaar. Maar eigenlijk geïnteresseerd door de verhalen van vroeger. Ze gebruikten het natuurlijk voor lampen en lassen. En voor mollen verjagen. Die verhalen hoor je gewoon dat de mensen dat ook gebruikten voor met oud jaar om nog even een knalletje te geven. Maar dan gooiden mensen het gewoon in een vuilnisbak of in de riool, heb ik wel eens verhalen gehoord. Maar nu veilig met oordoppen in en iedereen op afstand. Ja. Ja. Hoe bedoel je?